iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. De video van vandaag is er eentje waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik laat Tara namelijk al mijn outfits voor de komende week uitzoeken. Alles wat zij uitkiest ga ik aandoen en ik ben echt heel erg benieuwd. Ik was op dit idee gekomen omdat ik onlangs mijn zomergarderobe heb omgewisseld naar de herfstgarderobe. En ik zat er een beetje naar te kijken en ik dacht, ik vind het een beetje saai. Ik heb wat nieuwe dingen nodig. En toen dacht ik, voordat ik ga shoppen en allemaal nieuwe dingetjes ga shoppen, laat ik iemand anders naar mijn garderobe kijken met gewoon een verse set paar ogen. Eigenlijk gewoon ook iemand die misschien op een andere manier outfit samenstelt als dat ik het doe. Dus ik dacht, Tara is daar een hele goede kandidaat voor. Dus ik ga haar naar mijn kledingkast sturen en ik ga haar 5 outfits voor mij laten uitzoeken. En die ga ik dragen op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik op deze manier misschien nieuwe outfits zie met kledingstukken die ik eigenlijk al heb. Dus ik dacht, dat is wel heel erg leuk om eens uit te gaan testen. Dus ik ben echt super benieuwd wat zij voor mij gaat samenstellen deze week. Geef natuurlijk deze video ook alvast een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En ik zou zeggen, laten we gewoon gelijk beginnen. Nou, ik ben aangekomen in Larissa's kledingkast of bij Larissa's kledingkast. Maar ik ga nog wel heel eventjes de agenda checken en de weerapp. En we hebben geluk. Komende week wordt het redelijk zonnig weer. Dus ik hoop dat het een beetje stabiel blijft. Maar het ziet er zonnig uit rond de 18 graden. We hebben volgende week iets van 3 events. Of 3 dagen of 2 dagen. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Oké, ik heb de outfits klaargehangen in de kast van Laris. Ik vond het wat moeilijker dan ik dacht. Daar heb ik er ook best wel lang over gedaan. Dus ik heb ook alles nog eventjes aangedaan om echt even in de spiegel te kijken of ik het leuk vond. Het moet wel goed komen en anders dan merk ik het vanzelf. Hallo iedereen, het is vandaag maandag, de allereerste dag van de outfit challenge. En ik vind het best wel een chill gevoel, wetende dat er eigenlijk al gewoon een outfit voor mij klaar ligt. En dat ik dus niet hoef na te denken van waar heb ik zin in vandaag. Dus ik ga nu even naar mijn kledingkast om even de allereerste outfit erbij te pakken. Ik moet gewoon de allereerste pakken aan de linkerkant. Ik heb hier dus de allereerste tas zitten. Het is vandaag ook super grauwe dag en het regent de hele dag. Dus ik ben heel erg benieuwd of de outfit die ze voor mij heeft uitgekozen, of dat een beetje lukt. Maar omdat het dus echt zo'n super regenachtige dag is en ik best wel veel dingen gewoon thuis kan doen, blijf ik de hele dag thuis. Dus ik denk dat we gewoon qua temperatuur gewoon helemaal oké zitten. En dat is geen probleem. Ik heb hier het briefje. Ga ik even kijken wat ze erop heeft gezet. Hi Larissa, deze look ken je al. Lekker comfortabel en toch lekker fleurig om de week mee te beginnen. Met de Jaden boots. En natuurlijk ook de Stardust ketting van Tara. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Ze heeft gekozen voor dit zwarte t-shirt met opgerolde mouwtjes. En daarbij combineer ik deze leuke bloemetjesrok. Deze heb ik ook echt al een hele lange tijd. En die blijft gewoon echt super fijn. Ik ga deze look maar eventjes aantrekken samen met de boots. En dan laat ik jullie het resultaat zien. Alright, outfit of the day time. Ik vind het wel een heel chill lookje. Zoals Tara al zei, heb ik inderdaad wel eens vaker het shirt en de rok bij elkaar gecombineerd. Maar meestal als ik deze rok draag, dan doe ik mijn helemaal zwarte, simpele Dr. Martens hieronder aan. Dus wat vind ik ervan? Ja, het kan wel. Ik denk dat ik toch liever die gewone Dr. Martens onder doe, omdat het soort van best wel veel is. Weet je wel, de chunky boots. En dan met de gele stiksels en dergelijke. En deze rok is natuurlijk ook al best wel wat. Het kan gewoon verder wel. En wow, mijn haar ziet er echt crazy uit. Dus, dit is de look voor vandaag. Natuurlijk ook met Tara's Stardust ketting. Ready for today. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en dus dag 2 van de outfit challenge. Alright, ik heb hem. En dit tasje voelt redelijk vol en zwaar aan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Natuurlijk ook weer het briefje. Dus hier staat, hi Laris, deze look vind ik heel cool bij je staan. De oversized tee is comfortabel en mocht het koud zijn, draag dan het jasje. Je Balenciaga's erbij staat heel leuk. Vanavond een Instagram event, staat dit in je feed? Ik vind van wel en het is mooi op de foto met blote benen. Maar als je toch iets anders wilt, dan mag dat. PS los haar of een halve knot slash staart.
en een lichte krul. Allereerst mijn Harley Davidson Oversized Tee. Deze vind ik echt super chill. Daarover dit super fijne bomberjasje. Deze heb ik al best wel lang in de collectie. Die heeft van die hele toffe, waar zijn ze, mouwen hier met van deze details. En dan daaronder een bikershort. En die is ook weer echt chill. En dan natuurlijk de Balenciaga's onder. Dus dat ga ik even allemaal aandoen bij elkaar. En dan krijgen jullie nu het resultaat zien. Oké, guys. Dit is de outfit. En ik vind hem echt mega chill. Ik zat eventjes te denken. Volgens mij heb ik deze jas nog nooit gecombineerd met dit shirtje. Ik heb mijn Balenciaga's eronder. Dat heb ik volgens mij ook nog nooit gehad. Maar ik vind het echt een top outfit. Alles past gewoon echt heel erg goed bij elkaar. Het is een beetje een soort van die sporty vibe. Het voelt echt alsof ik in mijn pyjama aan het lopen ben op dit moment. Maar ik zou kunnen zeggen dat het echt wel veel meer aangekleed is als een echte pyjama, toch? Dus zoals Tara ook al in haar briefje vertelde, hebben we vanavond een heel leuk Instagram event. Of eigenlijk is het niet een event van Instagram, maar er wordt een superleuke hotspot geopend in Amsterdam-Noord. Waar je echt hele leuke Instagram foto's wel kan maken. En wat ook gewoon super leuk is natuurlijk om überhaupt naartoe te gaan en dingen te zien. Over het event gaan we trouwens vanavond nog even een aparte. Dat gaan we verwerken in een aparte weekvlog. En die komt denk ik volgende week voor jullie. Dus mocht je benieuwd zijn van waar we naartoe gaan, wat er allemaal is, check dan ook zeker de vlog van volgende week. Want daar zullen we je wat meer over vertellen. Maar ik denk dat dit een super lekkere en chille outfit is voor vandaag. Ja, dikke duim omhoog daar. Hallo iedereen, goedemorgen. Het is vandaag woensdag, dag 3 van de outfit challenge. En de zon is gewoon heerlijk aan het schijnen ook, dus helemaal top. Ik ga gewoon nu lekker even naar mijn kleedkamer om tasje nummer 3 te pakken. Dus ik heb hier de milfste. Oeh! Allereerst briefje woensdag. Hi Laris, dit is denk ik een thuiswerkdagje, daarom een jeans en t-shirt combo. Wil je hier 2 laagjes ketting opdragen? Verder Vans, lage plus plateau. Simpel, maar meer heb je niet nodig om er goed uit te zien. Haarval staat misschien extra leuk, kijk maar. Het is inderdaad vandaag een thuiswerkdagje, want Tara is vandaag de deur uit en ik ben er niet bij. Maar ze is het wel aan het vloggen, want dit is echt iets wat we heel erg leuk vinden om vast te leggen voor jullie. En wat heel erg leuk is, ik ben super benieuwd. Maar jullie gaan het zien in de weekvlog die wat later nog online gaat komen, maar er komt sowieso een video over wat zij vandaag aan het doen is. Oh ja, dit is inderdaad een hele simpele outfit. Maar dat is echt een precieze Larissa outfit. Namelijk een basic wit t-shirt. En gecombineerd met een klassieker. Namelijk een blauwe jeans. En ik ben heel erg benieuwd naar deze jeans. Want deze heb ik echt net gekocht. Zoals je ziet, de kaartjes hangen er allemaal nog aan. Dit is een jeans van Primark. Dit is de Vintage Straight High Waist. En ik moest daar dus mijn plateau vans bij doen. En 2 laagjes kettingen. Gaan we doen. Alright, dit is de outfit of the day. Ik vind het echt een hele klassieke look. Dit is wel echt eentje die ik heel erg vaak draag. Wat ik heel erg fijn vind. En het is deze keer met een nieuw paar jeans. Dat is altijd ook wel heel erg leuk. En daar zijn natuurlijk dat ik 2 kettingen moest gaan layeren op het t-shirt. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb gekozen voor haar Stardust ketting. Dit is kreeft, want dat is mijn sterrenbeeld. En daarboven heb ik deze ketting met grote chain en een parel van My Jewelry. En ik vind die 2 wel heel erg leuk samen. Goud en zilver bij elkaar. Okido, dan is dit de volledige finished look. Ik heb mijn eigen scrunchie ingedaan, of course. En dat is trouwens ook vandaag wat ik ga doen. Ik moet ook nieuwe scrunchies gaan maken. Want ja, die wil ik gewoon weer in de shop kunnen gaan aanvullen. Dus dan is het misschien wel heel erg handig om lekker mijn haar uit mijn gezicht te hebben. Dus good thinking daar. Dit is het. Lekker woensdag outfitje. En I'm loving it. Goedemorgen iedereen, het is alweer donderdag, de 4e dag van de outfit challenge. En ik heb met Tara afgesproken zo meteen al over ongeveer een half uurtje, want wij gaan vandaag naar een event. Dus het is nu tijd voor de outfit. Het briefje met donderdag en hierop staat: hi Laris, gotta love white jeans, lekker licht plus een los band shirt. Wil je deze French stukken, oftewel het puntje voor in
de broek stoppen. En wil je de Stardust ketting weer omdoen? Ik sta. En dan onder de Docs Jadens. Het is deze witte jeans. En die heeft een beetje zo'n gerafelde onderkant. En mijn Slipknot t-shirt. Deze heb ik nog nooit gecombineerd met die witte broek volgens mij. Maar volgens mij heb ik deze überhaupt al niet zo heel erg vaak aangehad de laatste tijd. Maar die vind ik wel nog steeds heel erg mooi. Alright, dus ik heb deze twee items. En hier natuurlijk ook nog eventjes een ketting op. Maar omdat we buiten de deur gaan vandaag en... Ik weet even niet aan mijn hoofd hoe warm of hoe koud het is. Moet ik denk wel nog even een jasje meenemen. Maar dat komt wel goed. Want ik denk dat ik hier best wel veel items heb die hierop gaan. Alright, en dit is de outfit. Ik moet zeggen, waar ik een beetje bang voor was, is het volgende. Deze broek is net ietsje te groot, net iets te lang voor dit soort hoge schoenen. Want ik draag deze broek meestal gewoon met lage schoenen, zodat je echt nog een stukje enkel ziet. Maar zoals je bij mij ziet... Eindigt de broek en beginnen gelijk de schoenen. En ik denk dat toen Tara dit aan ging passen, dan zijn er veel langere benen. Dan zie je net iets meer enkel. Dus dit vind ik zeg maar mooier staan. Ik heb nu eventjes mijn andere Dr. Martens eronder gezet. En zoals je kan zien, ik had niet verwacht, maar je ziet net iets meer enkel zitten. Oké, ik ben eruit. Dit wordt het. Ik heb dus mijn lagere Dr. Martens aangedaan. Of nou ja, lager, gewoon normale Dr. Martens aangedaan. En ik heb... Zoals je misschien wel kan zien, het randje van mijn broek nog ietsje omgevouwen. Zodat je gewoon echt een stukje bloot enkel ziet. Ik vind dat gewoon net ietsje mooier staan persoonlijk. Verder is mijn haar een beetje aan de vette kant. Dus er zit droog shampoo in. Maar ik dacht, ik ga toch nog eventjes een half staartje in doen. Dat vind ik altijd wel een manier zeg maar, om een beetje wat vette haar te verbloemen. En natuurlijk heb ik de ketting om. Dit is de Stardust ketting weer. En die staat er ook heel erg mooi bij. Ik heb eventjes aan elke kant een kleur gedaan. En ik vind het wel heel erg leuk dat dit lekker druk is. En dan deze print ook. Ja, het wordt deze kant. Zo, dan is dit de volledige look geworden met het jasje. En ik heb ook nog eventjes mijn tas erbij gepakt die ik op dit moment draag. En die is rood. En dat past weer een beetje bij de rode kleur in het t-shirt natuurlijk. Dus ja, dit is de look voor vandaag. Ik vind hem wel heel erg leuk. Hallo iedereen, het is vandaag vrijdag. Ten eerste, het is natuurlijk bijna het begin van het weekend. En ten tweede, het is natuurlijk tijd voor de allerlaatste outfit van deze Tara Kies Mijn Outfit Challenge. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze voor deze laatste dag van de week heeft uitgekozen. Alright, gaan we dan. Laatste zakje. Zitten we dan. Vrijdag en hierop staat... Het is Friday, Glitter Day. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Tara heeft inderdaad een beetje nagedacht over vrijdag, laatste dag van het weekend. We moeten iets speciaals gaan doen. En hier staat verderop, geen idee wat je hiervan vindt, maar ik ben dol op glitter flared pants. Hopelijk jij ook. PS, voor de zekerheid, nude ondergoed, XX Happy Weekend. En daaronder staat dus haakjes, zwarte mono docs. Weet precies gelijk welke glitter... flared pants bedoeld, want we hebben precies dezelfde. En ik heb ook maar één paardje natuurlijk in de kast liggen. Dat is deze. Het is een super licht flowy stofje. En zoals je kan zien, totally glitter. En daarop heeft ze gekozen dit super toffe bandshirt. En ik moet zeggen dat ik deze twee nog nooit met elkaar heb gecombineerd. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. En ik denk dat Docs onder ook heel erg tof is. Oké, guys. Dit is de outfit of the day. En ik vind hem echt... Oh, waar gaan we heen? Ja, we zijn terug. Ik vind hem echt super chill. Allereerst, het voelt echt aan als een pyjama. Ik vind het wel echt een hele lekkere outfit voor een vrijdag. Omdat hij dus een beetje party is. Maar comfortabel tegelijk. Dus ik vind dit echt heel erg lekker. Ik heb volgens mij deze combinatie nog niet zelf een keer aangehad. Maar correct me if I'm wrong. Maar ik vind het echt een super leuke outfit geworden. Dus helemaal goed gedaan daar. Hier ga ik denk ik wel lekker in kunnen werken vandaag. Een paar uurtjes voordat het weekend begint. En ook al zijn de glitters op mijn broek zilverkleurig. Ik vond het wel heel erg leuk om toch gouden kettingen om te doen. Of goudkleurige kettingen. Omdat deze kleuren weer een beetje wat meer warm zijn. Of trouwens, deze zijn niet warm. Nou ja, anyways, ik vond deze ketting wel heel erg leuk erbij. Lekkere Friday outfit. Tara is op dit moment mij op bezoek. En ik vond het heel erg leuk om te zien dat toen ik de deur opendeed, toen had ze vrijwel eigenlijk de outfit aangedaan die ik ook vandaag aan heb. Kijk, Tara heeft ook een lekker oversized t-shirt met deze glitter pants. Tara heeft twee verschillende soorten glitter flaretjes. En dit is ook een combo die ze heel vaak draagt en die ik helemaal geweldig vind staan. Dus ja, kijk.
Glitter. Zo, daar zitten we weer. Ik vond het echt super leuk om te zien welke outfits Tara voor mij had uitgezocht. En wat ik ook gewoon heel erg lekker vond, is dat ik gewoon wist dat de outfits klaar voor me hingen. Dat ik niet hoefde te zoeken en denken van waar heb ik zin in. Dus dat was echt wel heel erg chill. Ik moet zeggen dat ik het lastiger vond dan ik dacht. Onze kledingstijl ligt best wel in hetzelfde rijtje. We houden heel erg van dezelfde dingen. Maar toch zijn er wat dingetjes die dan net anders zijn. Ja. En ik vond het dus net iets lastiger. Omdat ik sommige items wilde pakken uit de kast. Maar die waren die had ik niet. Want Larissa heeft vooral heel veel shirts. Eigenlijk niet echt strakkere tops. Ook niet zoveel crop tops. Niet hele vrouwelijke top. Ook helemaal geen blouses of zo. Ja, op een gegeven moment voelde het voor mij een beetje van, oh, ik kan alleen maar kiezen uit een t-shirt. Nou, dat is niet erg. Dat zijn hele chille t-shirts. Maar ik had wel zoiets van, oh, zou je daar niet wat variatie in willen? Maar ik weet wel dat je heel erg houdt van mouwen en gewoon de hele look van een shirt. Maar ik heb er uiteindelijk wel gewoon een hele leuke combinatie van kunnen maken. Maar ik vind alle kleding in jouw kast gewoon heel erg leuk. Dat wel. Dus dat zijn misschien dingen die ik even mee kan nemen voor als ik binnenkort zeg maar mijn herfst outfit garderobe wil gaan uitbreiden. Zou ik eventjes naar kunnen kijken, maar misschien is het gewoon niet mijn ding en moet je dat ook gewoon niet willen toevoegen. Dus ik zou zeggen, outfit challenge geslaagd, toch? Nou goed, top. Dus super bedankt en ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, geef me vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En wat moeten ze nog meer doen? Nou, misschien deze challenge met een van je vriendinnen uitvoeren als je ook een beetje vastloopt in je kledingkast. Ja. Dat is misschien wel echt leuk. En ik hoor heel graag van jullie of jullie ook zouden willen dat Larissa dat weer bij mij doet. Ja. Eventueel. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en dan zien we je heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.